Mensen, ik zit nu hier zo beneden. Althans, ik sta hier nu beneden. En ik heb hier zo'n shirtje liggen. Ik weet niet of ik het laat zien, maar hier zo ligt die. Ik vind het een heel vet shirt. Ik ga hem even oppakken. Ik kan het niet zo goed, heel goed laten zien, maar Durant, nummer 7. Een very guten morgen, mensen. Ik weet niet of dat heel goed Duits was, maar welkom terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Brooklyn en ik heb lekker geslapen. Het is nu 12 uur. Ik ben 11 uur ongeveer wakker geworden en ik heb er lekker gegeten. Ik heb chocopops gegeten als ontbijt. Dat is een beetje mijn standaard ontbijt. Ik weet niet, ik vind het altijd wel lekker om in de ochtend gewoon even wat heb ik gelijk drinken en eten. Ik vind het wel fijn eigenlijk, ik weet niet waarom. Het is gewoon, ja, en het is lekker. Het is heel lekker en we hebben er heel veel van. We hebben eigenlijk 3 pakken, omdat we dachten dat het vorige week zaterdag, dat we meer nodig zouden hebben. Maar we hebben te veel gekocht, veel te veel. Dus nu hebben we nog 3 pakken van die kussentjes staan. En ja, ik vind het geen probleem, want ik vind ze gewoon heel erg lekker. Ik blijf ze gewoon lekker dooreten. In ieder geval, weet ik niet of ik de enige ben die zo'n standaard soort van ontbijt heeft. Want ik weet ook wel dat Ole ontbijt bijvoorbeeld niet zo heel lekker vindt. En ja, dat is eigenlijk wel alles. Ik weet niet precies van de rest van de vriendengroep wat ze in de ochtend eten of wat ze niet eten of wel. Maar ik wel, ik vind ontbijt altijd best wel lekker. Ik kan altijd best wel veel eten. Eigenlijk kan ik altijd wel best wel veel eten, ja. In de ochtend, zeg maar een tussendoortje, middag. Misschien weer een tussendoortje en een avond en dan waarschijnlijk daarna ook weer heel, ja, ik kan echt best wel veel eten. Denk ik, vind ik. Ik denk het wel. In ieder geval, misschien ben ik de enige. Laat even zeker in de comments weten of ik de enige ben of niet. Ik ben best wel benieuwd naar jullie, wat jullie altijd hebben. Ik vind het wel heel erg leuk om te weten. En ja, ik ga nu gewoon even lekker mijn video bewerken, zodat het online klaar staat. En dan vandaag komt er iets binnen waar ik al heel lang... 2 dagen pas, maar ik ben er wel heel erg hyped voor. Mensen, het pakketje is binnen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga niet alles laten zien van het openmaken, maar hij ligt hier zo. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Want ik vind het heel erg vet. Ik vind het heel erg leuk. En ik heb zin om uit te pakken. Maar ik ga dat opnemen voor TikTok. Dus ik ga het niet op de vlog openen. Als jullie het willen zien, ga dan zeker volgen op TikTok. Ik zal mijn linkje in de beschrijving zetten. Voor als je me kan volgen. Of als je me wil volgen. En dan ga ik zo snel mogelijk die video maken. Om te kijken... hoe het, of het een beetje goed gaat lukken of zo. Maar voor nu ga ik dit even opnemen. Ik kom even niet aan mijn woorden. Voor nu ga ik dit even opnemen en uitpakken. En ik ga gewoon even kijken hoe het staat. Mensen, ik zit nu hier zo beneden. Althans, ik sta hier nu beneden. En ik heb hier zo'n shirtje liggen. Ik weet niet of ik het laat zien, maar hier zo ligt die. Ik vind het een heel vet shirt. Ik ga hem even oppakken. Ik kan het niet zo goed, heel goed laten zien, maar Durant, nummer 7. En toevallig op het shirt dat ik nu aan heb. Ik weet niet of ik het kan zien, maar daar zo... Ik hoop dat je het kan zien een beetje, maar sorry als je het niet kon zien. Daar staat nummer 7 ook op. Dus een beetje toevallig. Maar zwart goed, past goed bij zwart. En dan heb ik nog een zwart-wit broekje aan. En dat past perfect. Ja, betere outfit kan bijna niet. Nu ga ik wachten op Ole. Die gaat alvast naar het basketbalveldje. Oh ja, trouwens, dit is de voorkant. Even kijken. Zo, dit is de voorkant. Mijn naam en mijn geluksgetal. Dus ik weet niet wat ik nog meer nodig heb. Maar dit zal vast wel heel erg prima zijn. Ik ga het kaartje eruit halen. En... ja, ik heb de TikTok ook opgenomen, dus die ga ik snel online zetten. Ik was ook bezig met het video bewerken van een paar weken geleden, die ik met Ola had opgenomen, die reactievideo. Dus dat hebben we ook gedaan en nu gaan we gewoon lekker naar buiten. En denk ik dat ik een keertje weer 1 tegen 1 ga doen tegen Ola na een hele lange tijd. We hebben net een gebasketbald, dat was een beetje, wat kijk je nou aan, bro? Ik zie jou zo kijken, zo. Mag ik je deze? Ja, hoor. En je jersey? Ja, leuk. In ieder geval, hij is al gewoon aangekleed, maar hij moet gewoon zijn trui aandoen en zijn jas aandoen. En dan kan hij lekker weg, want we waren van plan te gamen. Stop met me aankijken, bro. Ik heb hem. Ja, dus zo, die was goed, bro. Ja, nee. Ja. Ik zie je wel kijken in dat ooghoekje. Nee, we hebben het gebasketbald, maar het was te donker om te kunnen zien. Anders had ik Shanna laten filmen, maar helaas, het was te donker. Dus wij gaan zo meteen lekker gamen. En ik zal misschien wat kunnen opnemen. Ik ga kijken of het lukt. En dan gaan we met z'n drieën, Twan, jij en ik, beats maken weer. Gaat Twan ook? Weet ik niet, maar ik denk het wel. Dat is een behoorlijke buiker. Jezus, mensen. Dat bij, is de bas alvast. Wat? De bas. Oh, daar is een bas. We gaan kijken wat we gaan doen. Ik weet nog niet precies, maar in ieder geval gaat Otis fiets pakken en ik hoop dat hij nog niet gestolen is. Want hij staat nog bij het basketbalveldje en hij had geen zin om hier naartoe te halen. Nou, dus nee, ik hoor het straks wel. Godverdomme. Ik ga zo met inzoomen, hoor. Hij is Brooklyn. Ja, kan je me zien? Is een natuurlijke habitat.
Ja, dat is goed, hè. Oh, valt best wel mee. Ik had geen ziek ingezoomd. Nee. 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 Nee, lijkt me niet. Ik vonk in het wild, jongens. Steek hem in zijn rug, steek hem in zijn rug! Dit is Brooklyn, jongens. Achter de camera van Just Donut. Daar gaan we niet over praten. Daar gaan ze even over praten. Achter de camera. Hij vond hem! Hij vond hem! Hij nept hem! Wat een neppert! Wat zeg je? Oh, just Donut! Just Donut! Just Donut! Just Donut! Nee, Just Donut! Ja, nou, Ola gaat naar huis, maar dat hebben jullie denk ik wel gemerkt. Hij is alleen een beetje druk. Mensen, ik was bijna vergeten mijn vlog af te sluiten. We hadden het nog even gezellig. We gingen nog even gamen, maar niet zo heel lang. We hebben wel het gevecht gekeken van Deji tegen Alex Wasabi en Face Temper tegen... Ik weet niet meer wie het was. In ieder geval, oh ja, tegen King Kenny. En ja, was een beetje oneerlijk. Ik vind dat Face Temper gewoon even, maar... Als jullie ze niet kennen, maakt het niet ook niet heel veel uit. Ze zijn uit Amerika en Engeland. In ieder geval ga ik lekker slapen. Morgen heel vroeg op, 4 uur. En dan ga ik filmen. Dus dan gaan we vader me brengen. Moet ik een beetje wakker worden in de auto. En ja, hopelijk zijn jullie er morgen bij. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. En hopelijk check ik jullie later weer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Ciao. Nee.